hele goede dag, lieve kijkers. Vandaag ga ik weer een heerlijke havermout pannenkoek maken met appel, met sinaasappelsap en natuurlijk walnoten, want dit is een walnoot pannenkoek met appel, met avocado, met sinaasappelsap, kokosmelk, kokossuiker, kaneel en natuurlijk lijnzaad als eivervanger. Prima, nu ga ik alle ingrediënten in deze geweldige kom doen. Heel erg makkelijk natuurlijk. En daarna gaan we naar de volgende stap. Prima, we doen 1 avocado geprakt. Daarna lijnzaad met lauwwarm water. Laat het ongeveer 1 tot 2 minuten intrekken, zodat je een substantie krijgt. Daarna ongeveer 100 tot 150 gram gemalen walnoten, kokossuiker, baking soda, kaneel en natuurlijk appels, 1 of 2 goed gesneden. Daarna naar gevoel klein beetje zeezout voor een heerlijke smaakje. Sinaasappelsap, kokosmelk, je mag verschillende kokosmelksoorten gebruiken. En daarna ongeveer 300 tot 400 gram gemalen havermout. Goed, we hebben alle ingrediënten in de kom gedaan. Nu pak je een lepel of een pollepel en voorzichtig ga je roeren tot een geweldige substantie. Je mag het ietsjes dikker maken, maar je mag het ook wat dunner maken. Het maakt niet echt uit. Goed, voor de knapperigheid doe ik ongeveer 100 gebroken walnoten erin. Goed, ongeveer 1 theelepeltje of een halve theelepeltje kokosolie of olijfolie, wat jij lekker vindt. Daarna met een soeplepel, heel voorzichtig, een klein beetje deeg op je koekenpan zetten. En heel erg mooi rondje maken natuurlijk. 2 minuten à 3 minuten goudbruin laten worden. En voilà, zoals je ziet, het is goudbruin, het is niet te licht en niet te donker. Het is makkelijk om te draaien, mocht het niet zo zijn, doe dan nog een beetje havermout bij. Prima! Goed, het is klaar. Je mag de pannenkoeken garneren met appel of met banaan, wat jij wil. Je mag zelfs bramen opdoen, aardbeien, wat jij lekker vindt. Ik doe er nog een beetje kokosnoedsuiker erbij en dadelstroop. Je mag ook honing nemen, wat jij lekker vindt. Prima. Nou, dit was het recept van de walnoot appel pannenkoek met als basis havermout, glutenvrij. Dus deze pannenkoek is voor iedereen bestemd. Je kan zoveel eten als jij wilt. Prima, vonden jullie deze video een geweldige video? Deel het dan met zoveel mogelijk familie, vrienden en kennissen en abonneer op mijn kanaal.